Ha allemaal, vandaag weer een kookvlog. Ik ga jullie laten zien hoe je pulled chicken kunt maken. Niet ingewikkeld als je gewoon de stappen volgt. Ik laat het je zien. In een ruime pan zorg je dat je 2 liter water doet en dat breng je aan de kook en daar doe je 4 tabletjes kippenbouillon in. Daar gaan we dan vervolgens kipfilet in doen en dat is alles bij elkaar 800 gram kipfilet. Ik heb de kipfilet niet in kleine stukjes gedaan, maar eigenlijk 1 keer doorgeknipt. Knipt? Ja, knipt. Want ik vind zelf met een schaar veel makkelijker dan dat je dat met een mes moet doen. Dus dat is alvast een tip. Doe dat op een voorzichtige manier, want natuurlijk is de bouillon heet als hij aan de kook is gebracht. Dus leg 1 stukje op de pollepel of op een lepel. En leg het er dan in. En zo heb je alle stukjes dan in de bouillon. De bouillon mag weer zachtjes koken. En dan moet je 10 minuutjes de kip gaar laten worden. In de tussentijd kan je dan mooi 2 rode uien afschillen. En in stukjes maken met een schilmes. Met behulp van een vork kun je de kipfilet weer veilig uithalen. Want pas op, dat water is natuurlijk kokend heet. Kijk, en dan leg je ze even allemaal bij elkaar in een bak en dan moet het even afkoelen. Nu ga je de kipfilet in stukjes trekken, want het heet ook pulled chicken. Dus eigenlijk is het een beetje, heet het simpelweg uit elkaar getrokken kip. En dat kan je eigenlijk het makkelijkste met je vingers doen. Zorg dus wel dat je handen goed schoon zijn. En je ziet, ik heb al het meeste al gedaan. En zo doe je dus alle kipfilet op deze manier in stukjes maken. Om het op smaak te brengen doe je nog een beetje kipkruiden erbij. Moet je, een beetje, je kan het van tevoren even proeven, zodat je weet of je hoeveel je nodig vindt. Want de kip is nu niet rauw meer, dus je kan het gewoon proeven. En dan wissel je dat door elkaar. En dan gaan we over tot het bakken. Doe wat boter om in te bakken in een pan. Het mag een koekenpan zijn of een wokpan, net wat je handig vindt. En dan gaan daar eerst de uien in met de geperste knoflook. En daarna komt pas de kip. Kijk, zo zijn de uien een beetje aangefruit, zoals ze dat noemen. En dan mag de kip erbij. En als je dat er doorheen hebt gehusseld, dan mag ook gelijk de barbecue saus erbij. Zo snel is het eigenlijk alweer klaar. Je kunt pulled chicken eten in een wrap bijvoorbeeld. En dan met een beetje kaas uit de oven. Dat is lekker. Maar je kan het ook gewoon op een broodje eten. Of gewoon bij frietjes en sla. Verschillende mogelijkheden. Vind je de hoeveelheden nou veel te veel? Nou, geen probleem. Want je kan natuurlijk sowieso de helft nemen van alles. Maar je kan ook zeggen, hey, de ene helft vries ik gewoon in en de andere helft eet ik nu op. Want dat kan namelijk prima. Eet smakelijk allemaal.